NRC Handelsblad en het programma Nieuwsuur onthullen deze week dat een omstreden stichting uit Kuwait onder meer de Assouna Moskee in Den Haag steunt. De organisatie staat op een Amerikaanse boycottlijst van terreurorganisaties. Maar de club draagt ook inhoudelijk bij aan het uitdragen van omstreden salafistische opvattingen, zoals onderdanigheid van vrouwen, besnijdenis en lijfstraffen bij overspel. Ik vind dat er schokkende dingen gezegd worden. En zeker omdat het hier lesmateriaal betreft. En als ik dan hoor wat er gezegd wordt over vrouwenbesnijdenis, een van de meest verminkende dingen die je vrouwen kan aandoen, dat als een goed middel tegen de lusten van de vrouw gezegd wordt, dat vind ik echt walgelijk. Het frustreert de burgemeester dat zij met geheime informatie die ze wel heeft nu wettelijk niets kan doen. Dat moet veranderen. Ik zou graag een wet willen waarin onze lokale indrukken tezamen worden gevoegd met de signalen internationaal over de financieringstromen en andere dingen die de diensten hebben, zodat de minister een besluit kan nemen bijvoorbeeld om de financiën te bevriezen of om te zorgen dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad willen na het reces een spoeddebat houden over de omstreden invloed uit het Midden-Oosten.